Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Watch Dogs. We gaan wat Iraq dingen, videologs hacken. En ik ben zeer benieuwd. What the fuck is dat? Een klein tankje of zo. Een dustbot. Als een tot stofzuiger. Ga ik vanuit. Maar we kunnen al deze dingen hacken die dus hier bij onze base in principe zijn. De banken. De banka. Jawohl. Dus gaan we die allemaal even hacken. Ik ben zeer benieuwd. This is getting complicated. I can keep Damien focused on that hard drive. I can find Nikki. I slip up. I know Damien. I have to be patient. And right now, I need bedbug. Oh ja, maar inderdaad is bedbug. Hè. What the fuck is die dude dan doen? Dat is een hand, what the fuck? Dat is een kannibaal! Composition. Ik weet niet weten wat de composition is. I read the news today. Something about a high speed chase near Parker Square. Had all the hallmarks of Aiden Pierce. Ah, nice. Of course. Together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on. Nou, dat is mooi voor je. The IP address. Aha, ik ben nog even bezig hier, maar het komt zo aan. Nog 5 video's. Some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Hey. Goedemorgen. Getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just. De ontiteling is af en toe een beetje half vies, maar oké. I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Yeah. Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, hij was niet mijn vriend. God damn it! Zeg ik toch net. Have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Straks zit Nikki bij ons complot met Damien. Dat zou wat zijn. Dat zou wel echt een shocker zijn eigenlijk, als Nikki samen met Damien tegen Aiden werkt. Dat zou best wel erg zijn. What the fuck zijn jullie aan het doen? Carpenter. Is dat een andere dude? Yep. He's an assassin, Dad. Ah! Dat is zijn vader. Why is he talking to the guy? This Assassin's Creed reference, overduidelijk. Aha, confession, ja. Is iemand... Nee, inderdaad. Verpest niet. Dat was overduidelijk Assassin's Creed. Want als je daar iemand neersteekt, de echte assassinate, de big target, zeg maar, dan... dan krijg je een bekentenis van die dude. Soort van. Niet helemaal, maar... What the fuck is dat? The hell is dit? De camera loopt er vast door. Dat waren allemaal demons en shit. The hell? Ah, wat is dit? Look at the whore in apartment D. Nice tits. They look like stones trapped in soggy paper bags. What the fuck? Apartment F. Oh, look at her! What the fuck is hij allemaal aan het doen? Apartment M. So you're a drug dealer now, huh? Can't wait for some crackheads to slit your throat and rip your corpse. What the fuck? Hij is 73. De helft is mis van haar. Time for a new diaper! Nee, we hebben er daar nog één en dan rechts nog twee. En dan zijn we klaar en dan gaan we gewoon weer verder naar buiten. Maar ik vind dit wel leuk om te kijken, zo een paar video's en dergelijke. Want het
Maakt het interessanter. Dan krijgen mensen wat meer gezicht in de game eigenlijk. Dat is wel vet. Oh my god. Domestic violence? Dat is geen domestic violence. Dacht ik toch. Ah ja, we gaan die even hacken en dan naar de laatste. Look, I can explain. Shut up. No, look. I mean it's ECAP game system. Kinect. Dus. Shut the fuck up. I'm watching TV. Seriously, I can explain everything. I mean, you know, it's just browsing on the internet and my friend sent me this funny little email and I started replying. Take your shit and leave right now. Dat gaat lekker daar. Goed bezig. Ah, en de laatste. Dan kunnen we al weglopen trouwens. We blijven dit ding toch wel in beeld zien namelijk. Wat is dit? Light wallcam. Sound designer. Ah, hier kunnen we ook nog een ding hacken. Dat was nog een secret ding. Nou ja, niet echt super secret. Ja, fuck. What the fuck? Wooden chair. $40. Ikea. What a win. Ah, daar was er dus ook nog een sneaky bastard. Voor de rest hebben we nou wel alles gehad, volgens mij. Ik denk niet dat hierboven nog eentje is. Oh jawel. Daar zijn er ook nog twee. Damn, zoveel kunnen we hier kunnen hacken. Een game developer of zo was dat volgens mij. Oké, okay, wat is dit? Canalex TV game. Oké. Dat was wel mooi. Dat is ook zo'n UFO, huppeldepep. CTOS systeem probeert ik dingen te identificeren. Dat maakt het ook wel leuk. En er zitten soms leuke dingen tussen. Dat is sowieso fucking. Ja, herkenbaar. Spawn kills en al dat spul. Ja, helemaal. Vind ik mezelf helemaal in. Nee, ja, eigenlijk wel. Ik rage ook wel eens heel hard. Af en toe rage ik echt heel hard. Ja, moet je niet willen horen toen Watch Dogs nog geen meter werkte en dergelijke op Teamspeak. Oké, okay, mensen moesten wel lachen. Omdat ik meestal als ik rage is wel een grappige rage cut had. Maar toch, je wordt er ook niet blij van. Dat zeker niet. Ah, we moeten naar dat ding toe. Dat vergeet ik elke keer. Ik denk elke keer dat we naar die deur moeten, maar daar kunnen we nooit naartoe. Zijt van hen nou. Oké, yay, we zijn er eindelijk. Trouwens, jawohl. Ah, we gaan even een auto bestellen. Bijna elke auto hier. Dat is toch gewoon geweldig. Motoren heb ik ook bijna allemaal. Deze heb ik ook voor een groot deel toch. Wat hebben we dan nog meer? We gaan wel even met een paar verder of stealth weer. Het is gewoon een chille auto dus. En dan pakken we die even mee, gaan we de bruggen over. Wat ik nog steeds super awesome vind, die bruggen. En dan gaan we naar de mission toe. Welke missie zijn we nu als ik even kijk? Wij zijn bij 7 van de 15. Dus we zijn aardig eindje heen op zich. Van deel 2 nog, dan hebben we 6 en 8. Dus dat duurt nog een hele poos, de story. Dat verbaast me eigenlijk. Ik had echt verwacht dat die game maximaal iets van 8 uurtjes ging duren of zo. Maar dat wordt volgens mij nog wel 20 uur singleplayer of zo. Oeh, dat was bijna. Nee, maar volgens mij wordt het nogal eens van, oh, for fuck's sake, 20 uur singleplay dat je eruit haalt. Want het is echt een lange singleplay, hoor. Dat is zeker niet slecht, dat is goed, maar dat had ik gewoon niet verwacht. Daar ben ik wel blij mee.
We gaan gewoon hier verder over het spoor heen, denk ik. Dan komen we er vanzelf wel. Fijn dat ik geen gas meer gaf, maar dat de auto gewoon doorgaat. Dat is ook heel altijd heel aangenaam. Ja, ga volgen als je overheen springt in 3, 2, 1. Wow! Flap! Wat een landing. Skills! Skills, skills, skills. Awesome skills. Oh, botje. Hallo. Ah, hier hebben we nog een secret ding. Hier ergens. Oh, hier bedoel ik. Van die privacy invade dingen. Dat komt ook allemaal vanzelf een andere keer. Zijn ook wel leuk om te doen op zich. Dan, je leert op... Eigenlijk met elk ding wat je doet, de stad en de mensen die erin wonen wat beter kennen. En dat vind ik op zich wel goed. Want dan ben je iets meer betrokken in de game qua dat. En geeft de stad een wat meer levende gevoel. Ik rij ook echt gewoon alles aan wat ik aan kan rijden trouwens. Dat noemt men skills, vind ik. Oh ja, geen klus voor Tyrone. We zijn benieuwd wat dat gaat worden. Dat klopt, ja. But lazy. Alright. Start with his home. Tap his cell phone. Just record everything he says. Okay. Doen we dat. Holy crap, okay. Die mag zo, denk ik. Dat is die. En dan die naar die kant op. Kablam! Nou alleen nog. Die daar. En bam! Zie je zo goed ik hierin word. Is dat zijn moeder? Klinkt echt een oud vrouwtje. Ah, grandma. Oma. Dat is de neef van Iraq. Hey's Tyrone Bedbug. Bedbug doesn't even mean fair. I'm a player. Hey, what? Dat is terug. Dit is een droge conversatie, zeg mooi. Ja, I'm on way. I gotta go, grandma. Love you. Yeah, I love you too. Even though you're a damn fool. Even though you're a damn fool. Ah, mooi. Oh god, achtervolg. All goes well. Never see. Auto. Nee. Hij stapt in die auto natuurlijk. Maar die auto of die rode? We gaan in de rotary. De rotor. Yeah, B, let's roll. Why is Iraq doing all this? To control a village, you go in as a friend. Tell them that everybody outside their walls is some crazy fucker wants what they got. Eyes and ears in every house. You know what they're selling and you know what they're buying. You control them. Ik had altijd een hele harde hekel aan tail missies. Want dat is altijd zo irritant, dat je iemand moet achtervolgen daar. Je mag niet te hard, niet te zacht. Het is echt irritant af en toe. En net alsof het niet opvalt dat wij hier staan in het midden van de weg. Te wachten. Damn, B, not so loud. Damn, man, they expecting trouble?
Ja, het lijkt erop, ja. Rack is goed bezig. Ik vind dit echt een chill auto qua geluid ook. Leave sign. That's the blackmail I'm after. Rack, here's this little gem and bedbug will be. What the fuck gaan ze daar opeens doen? The fuck was hun probleem opeens? Niks jongen, geen paniek. Valt ik niet op vol gas en een hand vol in de ankers. What the fuck him? Alles aanrijden. Voor mij zit ook op de Assassin's Creed manier. Dus als je hem ziet. Ja, als je hem ziet is het goed. Daar hebben ze. Ik zit hier ook echt op een crappy kutplek volgens mij. Het is geen plek waar we willen zijn volgens mij. Hij gaat daarheen, ja, dat dacht ik al wel. Als dat scheelt, dan dat we nog niet gezien worden. Ah, we hadden ook dingen kunnen achtervolgen via de camera's gewoon, zonder naar binnen te gaan hier. Hoe ben ik nou ontdekt? Ik schiet die gast de kogel in zijn kop en is verder niemand. Game. Wees het lief of zo. Fuck me, joh. Snit lef je hem? Nee. Stort. Snit lef. Alright, camera. Daar. Yay. Dus gelijk hier naartoe gaan, we weten dat hij hier naartoe gaat. You have the right to suck my dick. Goed bezig. Wat een lieve mens is toch. Maar dit lijkt wel beter zo op deze manier die duurt achtervolgen. Dus Bedbug wil nu gewoon RX en ding overnemen. Wat voor mongol is dat jongen, dat gaat hem nooit lukken. Uh-oh, we hebben een klein probleem. I know, call him. Game. Geen paniek. Ik hoop dat we hiermee iets verder naar links kunnen kijken. Nee, want dat was de kamer van net. Ja, ik draai een rondje. Die zocht ik, ja. Dank u. Dat is dus Little Juice. Lid van Bedbug's team. Waar is hij lid van? Ook een... Het is allemaal Bedbug's team.
what you done? The Black Viceroys. Ah, waar gaat die jongen nou weer heen? Hier langs. Waarom weet ik ook niet, maar hij loopt hier langs. Hij loopt ook echt langs elke camera, dus dat is erg lief van hem. En dan kunnen we hem nou met deze camera in de gaten houden. Dan gaat hij waarschijnlijk naar deze twee mongols heen lopen. En volgens daarheen ofzo, gok ik. Ik heb geen idee, maar dat is mijn vermoeden toch. No, ik ben benieuwd. Dead ass! Ah, oh, never mind. Zo flauw. Maar ja, nu. Dit is al echt een langzame missie. Oké. Dead second or wreck? Dat is Little Bug, denk ik. Ah, dat is Rabbit. Diggs Gary Rabbit. Oké, dit wat interessant dan. Oh my god, jongen, die gasten komen nou toch in een binnengelopen game. Niet zo spastisch doen met jouw dingen. Ah, help Rabbit ontsnappen. Waarom weet ik ook niet, maar... Hacken. Yay, dat was een sneaky mofo. Ah, we gaan nou Rabbit bellen. The guy who just saved your ass. And I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. Ain't going out like this. Aha. Duidelijk. Hij moet hem daarheen leiden. Okay, now. Yeah. Go, go. Sneller, 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 sneller. Goed zo. I'm gonna kill that motherfucker bug. Hoe komen we? Ik kan daar niet naar een camera toe. Probleem. Is weer hier? Hoop ik. Nee, ook niet. Damn. Oké, dit wordt lastig. Holy crap, er staat een dude naast hem. Goeiemorgen. Ah, hij heeft wel een gun. Go quickly. Snel, 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 sneller. I'm gonna kill that motherfucker bug. Okay, move. Okay, hij blijft zo staan. Hier kunnen we verder niet langs. Oh.
Ah, fuck. Good soy. Damn, dat ging echt niet zoals gepland. We laten het gebied. Staat mijn mooie auto hier nog? Nee. Hey, wel, daar rijdt iemand in. Hey, jij. Mijn auto jatten, jongen. Dat ben ik niet gezond. Blijf van mijn auto af. Yo, we zien hier wat voor buurt we zijn, hoor. Zo. Dat was mooi. Yep. Waar gaat dat? Joey's got what it takes. Iraq won't just save face, he'll embrace the kid. Show him off. Maar dat ging niet helemaal goed met Rabbit. Maar daar kwamen we volgens mij nooit uit. Tenminste, ik zag niet echt een super goede mogelijkheid om iets te doen. Maar ja, examen. Maar we hebben weer punten. Eens even kijken wat we kunnen met punten. Transformatoren is op zich nog steeds wel handig om een keer te hebben. Rallyrijder. Meh. We zullen transformatoren pakken, denk ik. Dat is wel leuk om die te kunnen hacken. En dan gaan we verder in de volgende part. Ja, dat ging niet zoals gepland. Maar volgens mij was er geen uitweg. Ook anders. We konden niet echt qua camera's. Hij kon niet rechts langs. Volgens mij was het gewoon gepland dat het niet mogelijk is überhaupt. Dus dat is dan een beetje jammer. Misschien wel als we gewoon waren gaan lopen zelf en naar die andere camera's waren gaan. Dat is de enige mogelijkheid die ik had kunnen bedenken, zeg maar. Of hadden we er allemaal in moeten gaan en die lagen allemaal moeten killen. Maar dat was misschien ook een optie geweest, maar... Maakt het niet uit. We gaan verder in de volgende part. En ik ben zeer benieuwd. Want dit wordt heel interessant. Dit wordt echt heel interessant. Ik hoop dat je het nog leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel het met je vrienden. En zet hem in je favorieten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Later.